Wij zullen de eerste rechtstreekse verkiezingen van de Vlaamse Raad moeten voorbereiden. Morgen gaat u voor het eerst zelf die Vlaamse raadsleden aanwijzen. Kwam ook de Vlaamse Raad voor het eerst bijeen na de verkiezingen van 21 mei. 21 mei is een historische dag in de geschiedenis van het Vlaams parlement. Het is precies 25 jaar geleden dat de Vlaming voor het eerst naar de stembus trok om rechtstreeks vertegenwoordigers aan te duiden in dit Vlaams parlement. Het doet mij bijzonder veel plezier u vandaag welkom te mogen heten. Ik ben bijzonder trots dat ik u vandaag als eerste vrouwelijke voorzitter van dit Vlaams parlement mag toespreken. Meneer Peumans. Meneer Peumans. Meneer Peumans. Meneer Peumans. Al 25 jaar staat dit parlement garant voor politieke discussies en beslissingen die Vlaanderen mee vormgeven. En al 25 jaar is dit parlement een open huis voor iedereen. Goedendag, zeer welkom bij Vlaams Parlement TV. Goedemiddag en welkom bij Villa Politica. Bij een belangrijke verjaardag past het om even stil te staan, ook om samen te komen. Maar dit gaan we natuurlijk nu niet doen. We geven met dit parlement prioriteit aan de coronacrisis. Pas wanneer dit alles voorbij is, zullen we de tijd nemen om het 25e jubileumjaar te herdenken. Ik wens u nog heel veel moed, doorzettingsvermogen en vooral een zeer goede gezondheid.